Zeg het maar, even. Ja? Zeg het maar. Ja, toen barstte het bombardementje los. Ik hoorde dit nummer afgelopen zaterdag in de Wisseloord-studio's. Want ze hadden allemaal heel geheim over gedaan. Alles afgedekt en weet ik veel wat. Het mocht niet eerder verspreid worden. Dus op uitnodiging van Iels de Lange zat ik in mijn eentje daar. Nou ja, met twee mensen erbij nog. Naar dat nummer te luisteren, wat al super eng is. Omdat je dan, ja, stel je voor, je vindt het niks. Hij zit tegenover je en je luistert. Naar een studioversie, die trouwens morgen op de radio bij Gouden Uren echt helemaal te horen is. En toen dacht ik, heb ik daarna gezegd tegen haar, nou, het is heel erg mijn smaak. Ik vind het geweldig, maar het is een ontzettend gewaagde keuze. Want? Voor het songfeest. Nou ja, omdat het heel ongebruikelijk is. Omdat het niet een drama opbouwt. Omdat er geen shalali-effecten zitten of andere bombardementdingen. Waardoor je denkt, hé, herkenbaar, we gaan meedijnen. Het beantwoordt totaal niet aan wat wij denken van wat meestal een goed songfestivalliedje is. Maar is het ook niet een liedje zonder muzikale ontwikkeling binnen het liedje? Nou, eigenlijk is die er wel. En daar moet ik toch echt even iets over zeggen. Want het was natuurlijk Dit in de Wereld Draai Door, een akoestische versie. Terwijl als je de geluidsband hoort, die er eigenlijk onder zit, de versie die ik heb gehoord, die klinkt veel beter, gedurfder. Het arrangement daarvan doet een beetje denken aan Every Breath You Take van de Police. Zo'n soort nummer is het ook een beetje. Met tempo, met een verstilling halverwege. En, wat je ook helemaal niet zag nu, waar ook wel terecht iets over werd gezegd, ze maken geen chemie met elkaar nog, ze kijken niet naar elkaar, maar ik weet dat Ilse de Lange heel graag wil dat dat straks wel gaat gebeuren. En dat ze daar ook al een heel plan voor hebben. Het kan allemaal zijn. Je kunt de gekste decors kun je bedenken. En je kunt het liedje wordt er niet beter van. Het gaat om de noten. Het gaat om de noten die zijn gecomponeerd. En die zij vanavond gezongen hebben. Jij vindt ze niet goed? Nou, ik vind het aardig. Maar er zit, zoals gezegd, geen ontwikkeling in. Klaar, vanavond was jij iets anders dan aardig. Saai, zei ik. Ja. Ik ga iets heel cryptisch zeggen nu, en anders moet je meteen maar weer corrigeren. Het spannende van dit nummer vind ik dan juist dat er op een bepaalde manier geen spanning in zit. Dus dat ja, maar echt waar. Ik zei toch dat het cryptisch was. En ik draai me niet, ik vring me niet in bochten nu. Het spannende is dat het niet spannend is. Nee, op een gegeven moment gaat het refrein helemaal naar beneden. Dan komt er een kort plofje, dan is het even stil en dan breekt het weer open. Wat ze straks visuals nog eens extra zullen benadrukken. Maar ik vind het heel serieus nummer. Het begint weer hetzelfde. Ja, en dat vind ik juist wel mooi. Maar ja, dat is smaak, hè? Ja. Daarmee is niet gezegd dat het de geschutskoepel van de finale haalt. Dat moeten we afwachten. Even een rondje langs de tafel, wat Emil Roemer, de punten. Ik heb maar een heel klein stukje gehoord natuurlijk. Ik vind het twee fantastische muzikanten. Echt een hele grote. Dit gezegd hebbende? Dit gezegd hebbende denk ik dat het een fantastisch nummer is. En het, met het Eurovisie Songfestival heb ik niet zo bar veel, omdat je daar denkt van een schitterend nummer en die haalt dan de finale niet. En dat is wel helemaal nooit gebeurd hoor, de afgelopen jaar. Nee, nooit. Nee, echt niet. Nee. Maar ik denk dat het een heel mooi nummer is. Oké, okay, Halbe Zijlstra. De muziekkenner onder ons ook wel. Ja, mijn muziekkeuze is wat ruiger. Ik zit meer op Metallica en Pearl Jam en dat soort bands. En dat is niet helemaal toch nog een overeenkomst. Dus mijn oordeel in deze is per definitie niet de goede, zou ik bijna zeggen. Moet jij de doorslag geven nu? Hoe dan? Ja, ik ben meer van de Oosterse muziek. Ik heb hier niks mee. Compliment dit, hoor. Maar dat is wel wat Emil Roemer zegt, is ook een punt. Het zijn twee fantastische muzikanten. Ja, absoluut. Dus dan verwacht je meer. Ja, nou ja, het is maar net wat je natuurlijk goed vindt of niet. Ze hebben dit echt. Kijk, ik ben hen niet. Ze hebben met volle overtuiging dit lied gekozen. Dit willen ze doen. Daar hebben ze een heel duidelijk idee over. En ze hebben de ruimte gekregen van Avro Tros ook, net als Anouk vorig jaar, om dat gehele nacht op eigen kracht te doen. Er is geen adviseur aan te pas gekomen. So be it. Laat me even luisteren naar Anouk, gewoon omdat het kan. Voor de weemoed. Los van het feit dat dit een mooie liedje is, is het ook zo dat Anouk het pad heeft geëffend voor deze twee? Ja. Nou, Whalen die heeft alles meegedaan. Ik weet niet of je daar aan herinnerd wil, aan het National Song Festival. Dat was niet meteen zijn meest glorieuze bijdrage in zijn carrière. Maar Ilse heeft het eigenlijk altijd gezegd, ik wil het niet. Maar die roept nu, omdat Anouk is gegaan, het pad heeft geplaveid, de deuren open heeft gezet en heeft laten zien dat je met een goed nummer niet alleen de finale kunt halen, wat wij nooit meer deden, maar bovendien de top 10, durf ik wel aan te gaan. Maar de grotere namen durven dus nu eigenlijk, daar gaat het om. Ja, en mijn vrees is natuurlijk, dan zul je net zien, dan kiezen we voor de tweede keer op rij voor echt goede artiesten met een echt eigenzinnige keus. Ja. Ik voel alweer een buitje hangen. Stel, je haalt straks je finale niet. Nou, dan zit ik hier weer aan tafel. Oh nee, zit ik in Kopenhagen gelukkig. dan krijg je natuurlijk weer, wat moeten we nou weer sturen? Dan moeten we zeker weer een draaiorgel sturen. Nou, de kans dat we dat gaan zeggen lijkt me niet heel erg groot. Wij zullen dat niet zeggen. Ja. Okay. Belangrijk is natuurlijk de concurrentie. Ja. Tegen wie moet je het opnemen? En er zijn al een aantal liedjes bekend, zijn ook al opgenomen. Laten we even kijken naar een compilatie. Keeps on running, running, running from this crazy life. She keeps on running, 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 never sees the light. Chicken talk, chicken, chicken, talk, talk, talk.
als je dit hoort, maken ze toch wel weer een kans. Ja, ik zag je muts steeds feestelijker komen te staan. Ja. Het is een fijne dwarsdoorsnede met zonder Hongarije dat eerste nummer. Dat gaat zeker heel hoog eindigen in de finale. Oekraïne, dat is eigenlijk wel een vrij trieste geschiedenis nu natuurlijk. Die komen met een TikTok, zit bij ons in de halve finale. Emiel zei al net, dingedong. Vrij kansloze bijdrage, hoewel Oekraïne haalt het meestal wel. Ik ben wel benieuwd hoe dat tussen Oekraïne en Rusland zal gaan dit jaar. Die zitten bij ons allebei in de eerste halve finale. En in het verleden is er natuurlijk wel vaker sprake geweest van politiek stemmen. Maar 10 jaar geleden, in 2004, won Oekraïne het Songfestival. Ja. Toen hebben de Oekraïners echt gedacht dat mede daardoor de Oranje Revolutie op gang is gekomen. Het jaar erop was het festival in Oekraïne. En toen zongen ze, op last van de regering, het strijdlied in dat toen steeds de revolutie had begeleid. Ik ben benieuwd. Hebben geloof ik ook wel wat beelden van. Even, even een klein stukje van zien. Ja, Emiel zegt heel politiek, was het ook. En er zat aanvankelijk ook nog een zinnetje in over de nu verdreven president Janukovic. Dat moest weer uit op last van de European Broadcasting Union. Maar het ging wel. Ik ben benieuwd of Oekraïne deze inzending houdt van dit jaar. En of Rusland en Oekraïne op elkaar zullen stemmen. Nou ja, maar de Krim wel natuurlijk. Het is op zich toch al wel prettig dat er een lied is wat ergens over gaat. Ja, maar goed, dat gaat het liedje van Nederland ook wel nu. Ja, waar gaat het eigenlijk? Ja, dat dacht ik al dat je het nu ging vragen. Nou. Ik dacht iets van stilte na de storm, niet? Hè? Stilte na de storm, toch? Volgens mij gaat het over hoe je na een tijd van verwijdering toch weer tot elkaar komt, denk ik dan maar nu. Ik heb het ook pas 2 keer gehoord en de wereld daardoor en vorige week in die studio's. Ja, en je bent er ook nog niet helemaal achter waar het over gaat eigenlijk. Nee. Nou ja, goed. Maar Birds, daar wist ik het ook niet per se van hoor, na een paar luisterbeurten. Ja, hoewel de titel al een aanwijzing was. Ja. Ja. Heb jij weer een punt. In Oostenrijk, voor Oostenrijk doet een travestiet mee. Ja, dat klopt. Win je daar de oorlog mee? Nou, we hebben ooit een transseksueel gehad die won Dana International. Dat is nog een stapje verder. Er zijn eerder travestieten geweest. Voor Oekraïne ook weer. Die werd ooit tweede trouwens. Ik voel allerlei details in mijn hoofd oprispen opeens. Maar goed, dit is Conchita Wurst. Komt uit Colombia oorspronkelijk. Doet voor Oostenrijk mee inderdaad. En ook daar weer protesten vanuit Wit-Rusland. En vanuit Oekraïne en Rusland. Van moet zo'n soort schepsel wel meedoen aan het Songfestival. En schaadt het onze zielen niet. Maar dat is voorlopig door het bestuur en de organisatie naast zich neergelegd. Wij zitten dus, wij Nederland bedoel ik, zitten in dezelfde ronde waar Oekraïne en Rusland ook in zitten. Azerbeidzjan, Armenië. Allemaal sympathy votes geven aan Oekraïne? Ja, maar niet aan Rusland dan. Poetin, wat denken jullie? Ik denk dat Halbe Zijlstra, als je kijkt hoe dat altijd gaat, dan mag je verwachten dat de Oekraïne heel veel sympathy votes krijgt. Zelfs voor zo'n liedje als TikTok wat we net zagen. Nou ja, het verleden is niet anders geweest volgens mij bij stemmingen. Dus waarom zou het nu in één keer anders gaan? Nou ja, de laatste ja, dat vond ik juist wel zo aardig aan. Waar de liedjes die echt het best waren, die kwamen echt wel bovendrijven. In een combinatie van jury en televisie. Ja, op het eind. In de finale, Maar zij gaan gewoon het beter doen dan de kwaliteit van het liedje rechtvaardig. Maar dat gaat Nederland dan ook doen. Wat ik wel belangrijk vind, is dat het liedje... Het zijn twee goede artiesten die wel een liedje zingen wat bij hun past. En voor mij is dat heel belangrijk. Nou ja, daar kun je het vers mee komen. Of het er dan de komt, is niet mijn smaak. Goed. Dat zullen we wel. Nou, genoeg gemieren. We gaan het allemaal zien. Gemieren? Uiterst belangwekkend actueel thema. Zaterdag ben jij daar. Ik ga er niet heen. De zaterdag is het delegatieweekend in Kopenhagen. En er wordt geloot welke plek je in de startvolgorde hebt. Ja, ik ga zaterdag gewoon weer open. Ik bedoel 10 mei, bedoel ik. Ik reis geloof ik direct naar Koningsdag met het Koningslied af naar Kopenhagen. Ja. Om commentaar te gaan doen. Goed, zijn er niet bij Poetin nou gepleit heeft voor 12 punten voor ons liedje? Ik denk dat Rutte kan alles. En als onze koning ook nog een keer een pilsje drinkt, dan komt er helemaal in. Rutte kan alles, dit is genoteerd. Vorige week werd bekend dat er 5 mei...